Goedenavond allemaal. Namens de hele Veritas-commissie Utrecht heet ik u allemaal van harte welkom op ons Veritas-forum, live vanuit de Nieuwe Kerk hier in Utrecht. Het is misschien een ander forum dan u bent gewend van het Veritas-forum, maar misschien was u wel helemaal niet bekend met het Veritas-forum en is het zo online juist de manier om wel bij een forum aanwezig te kunnen zijn. Om de avond toch zo interactief mogelijk te maken, kunt u vanavond meepraten, vragen stellen. Dat kan door middel te gaan naar de site Slido. Daarvan ziet u een link in de live chat naast de livestream. En als u daar de eventcode Veritas invult, kunt u vragen stellen, opmerkingen, aanvullingen inbrengen, zodat wij die zoveel mogelijk kunnen meenemen in het gesprek en door kunnen geven aan de gespreksleider. Op deze manier hopen we er voor u als publiek een zo interessant mogelijke avond van te maken. Voor nu geef ik het woord aan onze gespreksleider van vanavond, Rinke van Kerk, en zij zal onze sprekers introduceren. Veel kijkplezier. Welkom. Sta ik aan? Ja, top. Oké, fijn. Ja, ik zit hier met Emmanuel Rutte en Dick Swaap. Emmanuel Rutte was wiskundig ingenieur aan de Universiteit van Delft, maar ging toen filosofie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was zo areligieus als wat, maar kwam erachter dat de warempel een goede zaak te bouwen is voor het argument dat God bestaat. Nu noemt hij zichzelf christen. Hij schrijft op zijn blog, de geest valt niet samen met het brein. Ze staat er los van en staat ermee in een onderlinge wisselwerking. We hebben hier dus te maken met een dualist en ik heb mij laten vertellen dat dat in de wetenschap bij sommige mensen heftig valt, meneer Rutte. Hij gaat vanavond in gesprek met Dick Swaap, de man van wie we het thema van vanavond gekregen hebben, Zijn wij ons brein? Hij schreef het boek Wij zijn ons brein en knalde de bestsellerlijsten op. Alles wat we doen of zijn is terug te leiden naar onze hersenen, zegt deze neurowetenschapper, arts, docent. Hij is van alles, ik kan het niet helemaal opnoemen. Hij zegt dat het zo duidelijk is dat het maar de vraag is of het bijvoorbeeld eerlijk is of zinvol om criminelen te straffen. Want misschien zit dat allemaal in hun hersenen, kunnen ze er niks aan doen, heeft straf helemaal geen zin. Ook aanleg voor religie kan je gewoon in iemands hersenpan zien zitten. Maar ja, dat is dus interessant, want Emmanuel Rutte was altijd areligieus en nu is hij het wel. Dus ik wil nog wel van meneer Swaap horen hoe je dat dan weer in de hersenen ziet zitten. Maar eerst geef ik ze allebei een kans om even kort te reageren op de vraag, zijn wij ons brein? Meneer Rutte, aan u het woord. Ja, dankjewel. Zijn wij ons brein? Ik denk dat wij niet ons brein zijn. Wij hebben een brein, wij hebben een lichaam, maar we zijn geen brein. Kijk, het is natuurlijk een prachtige vraag, hè? Wat is de aard van de geest? Ja? Een metafysische vraag. Hè? Is de geest stoffelijk of is zij onstoffelijk? Zijn mentale toestanden, hè? Zijn geestestoestanden, zoals pijn voelen, verliefd zijn, de geur van verse koffie ruiken of rood zien, zijn die mentale toestanden identiek, hè? Gelijk aan breintoestanden of niet? Nou, ik denk dat je vrij eenvoudig kunt inzien dat die twee verschillende toestanden inderdaad verschillend zijn. Om de doodeenvoudige reden dat breintoestanden, neurale processen, groepjes vurende neuronen, allerlei eigenschappen hebben die mentale toestanden niet hebben. Massa, gewicht, volume, dichtheid, vorm. Allemaal eigenschappen die wel aan groepjes vurende neuronen toekomen, maar die niet toekomen aan wat wij innerlijke, subjectieve ervaringen noemen. Die hebben geen massa, geen volume, geen dichtheid. Omgekeerd hebben geestelijke ervaringen, mentale ervaringen, allerlei eigenschappen die juist weer hersentoestanden niet hebben. Denk aan niet corrigeerbaarheid. Als ik rood denk te zien, dan kan ik er niet aan twijfelen rood denken te zien. Denk aan bijvoorbeeld een betekenis. Mentale toestanden hebben betekenis. Gaan gepaard met begrip en logische relaties. Mentale toestanden hebben wat filosofen noemen intentionaliteit. Mentale toestanden zijn altijd gericht op iets. Ze hebben aboutness. En mentale toestanden hebben nog veel meer eigenschappen die breintoestanden helemaal niet hebben. Dus het restloos plaatsen van een gelijkteken tussen mentale toestanden en breintoestanden, ja, is vanuit metafysisch opzicht volstrekt hopeloos. Ze zijn verschillend.
Het zijn allebei eigenstandige categorieën. Wat overigens ook heel goed aansluit bij onze alledaagse ervaring en intuïtie. Hè? Dus als iemand nochtans wil beweren dat ze wel gelijk zijn, dat ze wel identiek zijn, dan moet je wel met hele, hele sterke argumenten komen. Wat een mooie serveer voor meneer Swaap om dat eens te doen. Meneer Swaap, wat zijn wij ons brein? Wat is uw korte eerste reactie op die vraag? In de eerste plaats, de titel van dat boek, dat gaf al een hoop toestanden bij mensen. En die zijn ook meestal niet verder gekomen met het lezen van het boek. De titel heeft een boodschap. En dat is, je kunt heel veel missen aan je lichaam. Kijk naar de Paralympics en nog steeds dezelfde sterke persoonlijkheid hebben. Je kunt allerlei transplantaties ondergaan en je blijft dezelfde persoon. Maar je kunt een kleine lesie in de hersenen hebben, een totaal andere mens worden. En dat wil zeggen dat het brein dus in het centrum staat van wat wij zijn. En dat leidt er dan toe dat sommige mensen zeggen, ja, maar er is meer dan het brein. Dat hoorden we nu ook al. En dan vraag je, wat dan? Dat kan voor sommige mensen kan dat geloof zijn, maar het is zeer de kwestie of je dat zonder brein zou kunnen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar er is ook de omgeving. Ik zeg, lees dat boek dan. Er is een voortdurende interactie. Daar is het brein en daar zijn de zenuwcellen op gemaakt om te interacteren met de omgeving. Er zijn ook cellen bezig om te interacteren met ieder orgaan in ons lichaam. Maar de integratie van al die informatie vindt plaats in het brein. En dat is de boodschap van van de titel voor het boek. En ook uw korte reactie op deze vraag. Ja, we voeren eigenlijk het gesprek vanavond aan de hand van drie stellingen. En de eerste stelling is, er bestaan uitsluitend materiële zaken. Er is dus geen transcendente werkelijkheid. Waarom wel of waarom niet, meneer Rutte? Meneer Swaap, excuus. Ik dacht in mijn hoofd niet meneer Rutte vragen, maar meneer Swaap, en het gaat helemaal mis. Ja, nou, ik hoorde al even de geest voorbij komen. Laat ik mijn definitie geven van de geest. De geest is het actieve netwerk van 100 miljard hersencellen. Dat is onze geest. Er zijn ook mensen die het over de ziel hebben. En de ziel zou volgens sommigen immaterieel zijn. En volgens anderen 21 gram wegen. Ja, waar komt dat vandaan? Dat heb ik u al een paar keer horen zeggen, ook in toespraken. En ik snap niet waar u dat vandaan heeft, dat mensen dat zeiden. Er zijn zelfs films over gemaakt, over de 21 gram. Maar oorspronkelijk komt dat van mensen die aan het overlijden waren. En men wilde weten hoe zwaar de geest was. Maar dat dan in de zin van de ziel. En mensen zijn op een wip gelegd. En na het overlijden kwam zich het hoofdeinde wat naar boven. Zijn er gewichtjes bijgelegd. En dat was 21 gram. Maar je weet dat wanneer er iemand doodgaat, dat er een redistributie van bloed is. En je kunt dat goed verklaren dat er dan minder bloed aan de bovenzijde van het lichaam is. En dat die wip dus doorslaat naar beneden. Dus dat was toch materiële 21 gram? Ja, precies. En daar kom je steeds op uit als je onderzoek doet naar de hersenen. Dat is een goede verklaring voor alle fenomenen. En het idee dat er meer moet zijn dan die 100 miljard functionerende hersencellen berust niet op empirie. Je kunt niet aantonen dat er meer is. En zolang dat niet aangetoond kan worden, zie ik ook de noodzaak daar niet van. Omdat je al die honderdduizenden experimenten die met hersenen gedaan zijn, wel kan verklaren op basis van er is niet meer dan dat. En dit is interessant, want hier zegt u dat de bewijslast bij meneer Rutte ligt. Ja. Maar meneer Rutte die heeft juist een hele blog geschreven over dat de bewijslast bij u ligt, dat er geen geest bestaat die los staat van je brein. Nee, ik denk dat dat verkeerd is. Want als je dat zegt, als er iemand naar me toe komt en die gelooft in kabouters en elfjes, dan moet ik niet gaan bewijzen dat ze wel of niet gaan bestaan. Dat is de hypothese van die persoon. En hetzelfde geldt voor religie. Als mensen denken
dat er een God is. Het brein niet kan functioneren zonder dat er iets meer is dan de fysieke toestand. Dan moeten zij dat bewijzen, niet ik. Want ik kan tot nu toe alle experimenten verklaren op basis van die simpele redenatie. Ja, en u heeft iets uit de metafysica, dat heet intuïtie. Ik weet niet of je daar zelf over wil beginnen, maar met die bewijslast. Kijk, een paar dingen. Dus wat meneer Swaap doet is denk ik adequaat. Meneer Swaap is een neurowetenschapper, een hersenwetenschapper. Dus die geeft een operationele definitie van geestelijke verschijnselen, waarneming, patroonherkenning, het aansturen van de motoriek, de beweging, hoe werkt herinnering. Al die zaken moeten bestudeerd worden. En wat we in de neurowetenschappen doen, is precies aangeven hoe die processen, operationeel, empirisch gedefinieerd, heel adequaat, hoe die correleren, hoe die samenhangen met breintoestanden. En dat is prachtig werk. Dat is buitengewoon complex werk. Heel nuttig werk. Maar dat is geen vraag die gaat over wat wij dan metafysica noemen. Namelijk de vraag naar de aard van het mentale leven. Dus hersenpatronen in kaart brengen en de correlaties in kaart brengen met empirische waarnemingen is perfect natuurlijk. Maar hier ligt een andere vraag voor. De vraag die hier voor ligt is: het is ontegenzeggelijk zo dat wij een innerlijk ervaringsleven hebben. Dat willen ontkennen is gewoon zelfverloochening. Zelfverloochening. Ontkent u dat, meneer Swaap? We voelen, we ervaren. Ik heb daar geen metafysica. We voelen, we ervaren. We hebben een innerlijk mentaal leven. Dat is ontegenzeggelijk zo. En die mentale toestanden, die geestelijke toestanden van pijn voelen, van verdriet voelen, van bepaalde dingen denken, bepaalde dingen beleven, die zijn er, die bestaan. En de vraag is: wat is de aard en wat is de natuur van die toestanden? Er zijn mensen die die toestanden werkelijk ontkennen, die gewoon ontkennen dat wij ons bewust zijn. Dat zijn de eliminatiedenkers. Dat zal Dick Swaap ook niet zeggen. Hij zal geen eliminatiedenker zijn. Die ervaring is reëel en we mogen vragen naar de aard van die ervaring. Nou, mijn punt was, en dat is helemaal geen luchtfietserij of zo, of dingen erbij bedenken die er niet zijn. Nee, die mentale toestanden zijn er, die existeren. En wij vragen, wat zijn ze dan? Zijn ze misschien identiek? Zijn ze misschien gelijk aan breintoestanden? Nou, ik gaf zojuist een argument, echt een inhoudelijk argument, voor de bewering dat die toestanden dus niet identiek zijn, om nogmaals de reden dat we allerlei eigenschappen kunnen toeschrijven aan mentale toestanden, die we absoluut niet kunnen toeschrijven aan breintoestanden. En als je erover nadenkt, dan is het ook evident. Dat is gewoon niet waar, want dat is empirisch niet aangetoond. Ja, ik gaf een aantal voorbeelden. Misschien kun je op de voorbeelden ingaan. Dat zijn geen voorbeelden die empirisch hebben aangetoond dat er metafysische verklaringen voor nodig zijn. Dat is absoluut niet waar. Voor het zien van de kleur rood, voor iets ruiken, voor iets voelen, voor noem maar op, heb je goede verklaringen in de neurowetenschappen. Die gaan van het moment van het ontvangen van de boodschap in het oog, in het oor, in de neus, tot aan het verwerken van de plek waar dat gebeurt en het opslaan van de informatie. En dat is precies de neurowetenschap. Dat is precies de neurowetenschap, nogmaals, die de breintoestanden in kaart brengt. En het in kaart brengen van de breintoestanden en de complexe correlaties die optreden, dat is natuurlijk prachtig werk. En dat is ook heel nuttig werk, maar dat is niet de vraag die voorligt. De vraag die voorligt is: zijn die breintoestanden die prachtig in kaart gebracht worden, zijn die nu identiek aan ons mentale geestelijk leven of niet? Dat is geen vraag voor de neurowetenschapper. Dat is een vraag voor wat wij noemen de philosophy of mind. Dus de philosophy of mind, die stelt precies die vraag. En kan je dan mij uitleggen precies wat het verschil is tussen de vraag die jullie stellen? Misschien heb je het net in je eigen, maar ik begrijp het nog niet helemaal. Meneer Swaap brengt dit in kaart, wat exact gebeurt er in de hersenen op het moment dat ik iets rood zie. En wat is wat de metafysica dan doet dus met die vraag? Wat de Swaap doet, terecht, hij brengt correlaties in kaart. Maar correlaties zijn nog geen identiteit. Maar kijk, je kunt prima maar in kaart brengen. Dat wel zijn? Maar kunnen dat wel zijn? Tuurlijk kunnen die dat wel zijn. Maar en, dat is juist jij, de discussie die jij voorligt. Jij hebt niet bewezen door te redeneren dat die correlaties geen causaliteit hebben. Ik kan een aantal argumenten geven. In de eerste plaats heb ik nogmaals gewezen op het feit dat als twee dingen identiek zijn, dus als hersentoestanden werkelijk identiek zouden zijn aan geestelijke toestanden, kan je een voorbeeld noemen? Want, dan zouden we dus de situatie hebben dat alle eigenschappen van breintoestanden
hetzelfde moeten zijn dan alle eigenschappen van mentale toestanden. Nu, mentale toestanden hebben aantoonbaar bepaalde eigenschappen niet die breintoestanden wel hebben. Denk aan massa, volume, dichtheid. Wil je nog concreter voor me zijn? Dat is echt niet waar. Maar ik wil eerst iets concreets, want anders gaan jullie over mijn hoofd. Jullie gaan over mijn hoofd heen. Stel je voor, Lucy is haar hele leven opgesloten in een kamer die zwart-wit is. Okay. Dat is een bekend voorbeeld uit de Philosophy of Mind, waar het vanavond over gaat. Lucy zit in een kamer die zwart-wit is. Ze heeft haar hele leven alleen maar zwart-wit gezien. Ja? Maar in die kamer heeft zij haar hele leven zich beziggehouden met neurowetenschappen, met breinwetenschappen. En ze heeft precies in kaart gebracht, wat er gebeurt bij de waarneming van rood. Op neuraal niveau, alle neurale correlaten uitgerekend, alle interacties, lichtbreking, golflengte, wat er precies gebeurt in het brein. Ze is een expert op het niveau van de breinprocessen. Ze weet precies wat er gebeurt in het brein als we rood waarnemen. Maar stel je nu eens voor dat op een dag wij Lucy uit die kamer laten lopen. Lucy mag nu voor het eerst de wereld inlopen. En voor het eerst wordt zij geconfronteerd met een bloem, namelijk een roos. Een rode roos. Op dat moment ervaart zij voor het eerst in haar leven de kleur rood. En die ervaring, wat het is om rood te zien, zie je? Die ervaring, die kennis, dat mag je ervaringskennis noemen, die had zij nooit in die zwart-witkamer kunnen achterhalen. Ze mag alles van de neuronen weten. Ze mag alles van de neuronen weten, maar nooit zal ze zo weten wat het is om rood te zien. En dat geldt ook voor betekenis. Je kunt alles van de neuronen weten, maar als je alleen maar kennis van de neuronen hebt, kom je nooit meer uit bij de rijke en betekenisvolle context van het geheel, van de wereld. Door de neuronen te analyseren, zul je nooit begrijpen wat het betekent om naar Canada te emigreren bijvoorbeeld. Kijk, ik kan bijvoorbeeld plezier ervaren. Ik kan begrijpen wat het betekent om naar Canada te emigreren. Ik kan begrijpen wat het is om rood te zien. Maar mijn neuronen kunnen dat niet. En dat is het verschil wat aan de orde is. Maar nogmaals, het is een verschil binnen wat wij noemen de philosophy of mind. De neurowetenschappers, terecht, houden zich hier niet mee bezig. Want zij gaan inderdaad terecht zich alleen bezighouden met het netjes in kaart brengen van breinprocessen. Nogmaals, zeer nuttig werk, maar het is niet de vraag die voor ligt. Het antwoord wat voor ligt van jou steeds is een antwoord op basis van een denkexperiment. Lucy in de zwart-wit ruimte. Het werkelijke experiment, daar gaat het om, dat moet gebeuren. En je kunt een parallel trekken tussen iemand die blind geboren wordt, leert om alles te onderscheiden door te voelen. De man werd geopereerd, bleek een ondoorzichtige lens te hebben op een leeftijd van 20 jaar. En toen stond hij in de dierentuin voor een aap en hij wist niet wat hij zag. Toen heeft hij geleerd om bij het beeld van de aap om dat te voelen en kon hij een relatie leggen. En heeft hij geleerd om te zien, om bewust te zien. Uh-huh. Dus die machine is niet zoals jij bij Lucy vertelt. Die machine is nog plastisch tot zekere hoogte, kan leren. We kunnen allemaal tot hoge leeftijd onze synapsen veranderen en wat nieuws opsteken. Die denkexperimenten in de filosofie zijn mooi, maar je hebt altijd gelijk omdat je het zelf bedenkt. En wat nodig is, is dat er een empirisch experiment op volgt wat aantoont datgene wat jij in vloeiende zinnen vertelt ook werkelijk waar is. En dat heb ik nog nooit zien gebeuren. Wat mij opvalt is dat jullie wetenschap ook heel anders eruit ziet. De manier waarop jullie wetenschap bedrijven volkomen anders is. Of begrijp ik dat verkeerd? Nou goed, natuurlijk, ik ben filosoof. Ik hou me bezig met metafysica onder andere. Maar ook philosophy of mind. En daar stel je inderdaad hele fundamentele vragen over de aard van het denken. Over de aard van de geest. En dat vereist nu eenmaal andere methodes dan de empirische vakwetenschappen. Dat is ook logisch. Maar dat wil niet zeggen dat filosofie niet empirisch geïnformeerd kan zijn. Ik wil altijd streven naar een
wetenschappelijk adequate, een empirisch geïnformeerde metafysica. Met andere woorden, een metafysica die dus niet in strijd is met ons vakwetenschappelijke onderzoek. Het moet met elkaar kunnen samengaan. Kijk, als iemand zegt van ja, maar de geest is toch het brein? Dat is toch hetzelfde? Want bij elke ervaring, bij elk gevoel, kan ik toch het breinproces aanwijzen? Ja? Kijk, dat is natuurlijk evident een inadequate redenering. Omdat nogmaals, die correlaties... Ik zal het uitleggen. Inevident, adequaat, je herhaalt jezelf steeds. Op het moment dat je een experiment, empirisch experiment, kan aantonen dat het niet juist is. Door redenering kom je daar niet uit. Jawel hoor. Nee. Kijk, Dick vertrekt zelf vanuit een... Kijk, het leuke is dat Dick vanuit een metafysische stellingname vertrekt. Hij zelf vertrekt in feite vanuit een metafysische stellingname. Namelijk, zijn stellingname is, breintoestanden zijn identiek aan mentale toestanden. Zegt dat is een neurowetenschappelijk standpunt. De claim dat breintoestanden identiek zijn aan mentale toestanden, dat is geen standpunt wat de neurowetenschap ons leert. Want de neurowetenschappelijke theorieën, alle resultaten van Dick, alle neurowetenschappelijke theorieën zijn compatibel. Zijn verenigbaar, zowel met de uitspraak dat brein en geest identiek zijn, als met de uitspraak dat brein en geest niet identiek zijn. De neurowetenschap onthoudt zich van een oordeel. Die metafysische vraag wordt als het ware geparkeerd en men gaat gewoon keurig wetenschap bedrijven. Maar nu komt het punt van de philosophy of mind. Je kunt in die context absoluut rationele overwegingen geven, argumenten geven, om juist aan te tonen dat die zaken niet identiek zijn. En dat mag je natuurlijk doen. En daar heb je dus inderdaad wetenschappelijke, filosofische methoden voor nodig. Ja, ik heb hier een vraag voor u van de studenten. Die moeten gevolgd worden door empirie. Ja, dit is een vraag van een student die hierop aansluit. Want een student hier stuurt een vraag in, aan u. Is empirische kennis de enige vorm van kennis? Kunnen we alleen weten door waar te nemen? Ja, ik denk dat uiteindelijk het experiment de doorslag geeft. Ja, en precies en die dat... uitspraak, dat empirie de enige vorm van kennis is, precies nee, die uitspraak kun je empirisch nooit onderbouwen. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, empirie geeft de doorslag. Dat geeft. Dan zijn er ook andere methodes, zoals bijvoorbeeld nadenken, rationeel redeneren. Dat mag dan wel. Toch niet. Maar u had een empirisch voorbeeld van die blinde man, tot zijn 20ste blind. En toen bleek dat zijn oog gewoon gerepareerd kon worden en zag hij ineens die aap. En dat is dan een empirisch voorbeeld. Ineens, dat moest hij leren. Hij moest leren de aap te zien? Door te voelen, ja. Dat deed hij al zijn Maar dat is leven. Toch een prachtig resultaat, wat volledig in overeenstemming is met beide posities. Maar ik begrijp nog steeds dan het voorbeeld niet, want hij had dus, zijn oog was gerepareerd, maar daarna moest hij leren de aap te... Ik zou denken, zijn oog doet het weer, dus hij ziet ineens een hele aap. Maar dat is dus niet zo. Het systeem leren gebruiken. Je moet het zicht leren gebruiken wat je nooit hebt gehad. Okay. Zoals een kind dat ook leert. Ja. Maar dat leren gebruiken van je brein en zo, al die inzichten. Nogmaals, belangrijke inzichten, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Die zijn volledig verenigbaar met zowel dualisme als wat we dan maar even materialisme noemen. Zowel het materialisme als het dualisme, wat dus twee metafysische posities zijn, zijn volledig verenigbaar met al deze resultaten. Kijk, je zult echt iets meer moeten doen om een bepaalde positie te verdedigen of te weerleggen. Want die neurowetenschap is daarin neutraal. Die is verenigbaar met beide. Kijk, ik zeg altijd, kijk naar het brein. Kijk naar de complexe processen die zich daarin afspelen. Uiteindelijk zijn dat functionele structuren. Hoe complex ook, hoe fijnmazig ook, het blijven uiteindelijk functionele structuren. Dus uiteindelijk, abstraherend, zijn het als het ware knikkers in een ton. Al heb je de miljarden en miljarden en miljarden, en al blijf je miljarden jaren schudden, al ontstaan er hele complexe knikkerbewegingen en knikkerconfiguraties. Hè? En maak het zo complex als je wilt. Het blijven uiteindelijk materiële structuren, functionele structuren, die complexe bewegingen kunnen maken, die complexe patronen kunnen veroorzaken. Maar gaan die knikkerconfiguraties zelf iets voelen? Dat gaat zo tegen onze intuïtie in, dat je met hele, hele goede argumenten moet komen om die claim te maken. Dat is de stelling. Diezelfde goede argumenten heb je niet nodig om te zeggen, er is meer. Ik heb zojuist een aantal argumenten gegeven. Ik heb muziek gegeven. Dat waren geen argumenten, dat waren nog steeds niet meer dan ideeën.
Nou, dan die ben ik niet getoetst zijn. Die niet getoetst zijn. Dan zou je nu een gesprek moeten voeren over de filosofie als zodanig en de waarde van rationeel redeneren. Nou, ik vind de filosofie heeft altijd goede vragen gesteld. Alleen de oplossingen komen tegenwoordig uit andere richtingen. Nee, maar prima. Ja. Maar daar zegt u wel iets belangrijks, want dat is ook wat ik een beetje denk van, hey, hoe kijkt meneer Swaap inderdaad eigenlijk überhaupt tegen filosofie aan, en dat zeg je net. Ik heb hier een vraag die ik niet helemaal begrijp. Ik stel hem, misschien begrijpen jullie hem wel. Zijn verschillen tussen gedachten geen verschil in perspectief, zoals licht enerzijds kleur heeft, een ervaring, en anderzijds een golflengte, visies? Kunnen jullie daar antwoord op geven? Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet helemaal begrijp. Een moeilijke vraag. Ja. Misschien degene die die vraag gesteld heeft, wil je misschien anders verwoorden. Bedankt voor de inbreng van... Intrigerende vraag. Ja. Ik zou nog wel even met jullie willen hebben over de zin van het leven. Zo. Gewoon eventjes. Wat betekent de vraag, zijn wij ons brein ja of nee voor de zin van het leven? Volgens jou, u bent nu alweer een keer aan de beurt, want u was als laatste aan de beurt. Ja. Ja. Nou... Voor mij, nogmaals, op basis van alle experimentele waarnemingen, is er een begin van het leven zo'n 3,8, 4,1 miljard jaar geleden in de vorm van interactie tussen moleculen die leidt tot een RNA-wereld. En dat gebeurde in de hitwaterbronnen in de oceaan. En daarna ontstond de DNA-wereld en de rest is evolutie. Als je dit zo zegt, dan wil dat ook zeggen dat er geen hogere zin in het leven is. Het leven is voor mij is een toeval, een interessant toeval. Toch hebben we allemaal de illusie dat het leven zin heeft. En dat komt omdat we het leven zin geven met dingen die ons interesseren, met ons werk, met onze relaties, met onze kinderen, met onze hobby's, met noem maar op. Dat geeft je de illusie dat het zinvol is. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het leven als zodanig een hogere zin heeft. En hoe is dat voor u om in die realiteit te leven? Prima. Ja, ik hoorde u net ook zeggen tegen iemand dat u... Ja. Oké, en jij, hoe ziet u dat? Ja, wat precies? Nou, wat zou het met jouw zin aan het leven doen als je brein was? Nou kijk, dus dan zou ik ten eerste dat buitengewoon opmerkelijk vinden, omdat dat zou betekenen dat een van onze meest diepe algemeen menselijke intuïties, meest diep gewortelde intuïties, namelijk dat ons geestelijk leven, dat ons mentale leven, onze binnenwereld meer is dan een groepje vurende neuronen, dat die intuïtie dan weerlegd zou zijn. Dus het zou een enorme impact hebben op onze diepste intuïties. En het zou natuurlijk ook problematisch zijn, uiteraard, voor bepaalde religieuze wereldbeelden, voor mijn eigen wereldbeeld, omdat wij natuurlijk geloven, ik als christen, dat God bestaat, en dat God een bewustzijn is, en dat God natuurlijk een lichaamsloos bewustzijn is. En als geest en materie werkelijk identiek zouden zijn, dan zou dat natuurlijk een grote impact hebben voor dat wereldbeeld. Dus de gevolgen zouden enorm zijn. Maar los van dat feit gaat het om de inhoudelijke discussie over de vraag of er nou wel of geen identiteit is. Dus, ja, maar nu gaat het erover wat voor invloed dat heeft op de zin van het groot, leven. De invloed zou dus voor mij groot zijn. Absoluut, tuurlijk. Ja, ja. Ja zeker. Dit was eigenlijk... Het kan dus ook een heel goed leven mogelijk zijn zonder geloof. Kunnen we heel lang over gaan praten? Ja. Hele andere discussie. Vandaag gaat het volgens mij over de vraag of wij ons brein zijn. Ja, en inderdaad wel een beetje over wat het doet met de zin van het leven. Maar in principe heb je er ervaring mee, want je hebt ook geleefd alsof het er niet was. Toch? Oh, zeker. Ik was de moeite nam om jezelf aan te Ik was in Delft als wiskundige buitengewoon areligieus, natuurlijk. Ik was... En voelde je toen ook oké over het leven? Net als meneer Swaap zegt. Uitstekend. Ik voelde me prima, natuurlijk. Dat is put niet. Nee, ik voelde me prima. Alleen ik was heel areligieus. Ik vond het allemaal onzin. Ja. Maar goed, je gaat dat verder studeren. Je komt met andere vakgebieden in aanraking. Na tientallen jaren wiskunde gedaan te hebben, theoretische fysica, modeltheorie en zo, ben ik in de filosofie terechtgekomen. Daar ging voor mij een wereld open, natuurlijk. Ja. Bepaalde vragen die ik vooralsnog als vanzelfsprekend had afgedaan als onzin of niet, die begon ik me werkelijk serieus te stellen.
En dan zie je gewoon dat je door het denken, door gewoon het nadenken, op een verantwoorde wijze tot inzichten kunt komen die hele verstrekkende gevolgen hebben. Klein voorbeeld, ja, want we praten nou over die vraag, is brein en geest nou gelijk of niet, hè? Dus in de filosofie heb je de modale logica. Misschien een begrip wat u ongetwijfeld wel eens hebt horen langskomen. Modale logica. Nou, met zo'n instrument, dat niet onmiddellijk empirisch is, maar wat wel een verantwoord instrument is, kun je eigenlijk heel snel al de conclusie maken dat je niet je brein bent. Dat ik niet mijn brein ben. Om de dood eenvoudige reden... Nee, dit is geen herhaling, dit is een ander argument, als ik mag. Dit is een ander argument. Om de dood eenvoudige reden dat... argumenteren... Als ik mijn brein zou zijn, stel ik zou mijn brein zijn, dan is een brein natuurlijk... Een brein is noodzakelijk een brein. Als ik een brein neem, dan is een brein noodzakelijk een brein. Anders was het geen brein meer. Als de wereld er anders had uitgezien, was dat brein nog steeds dat menselijk brein geweest. Al zou het niet als brein gefunctioneerd hebben. Maar ik besta toch niet? Ik ben niet noodzakelijk een brein. Want zelfs als Dick gelijk zou hebben, zelfs als ik nu in de actuele wereld feitelijk een brein zou zijn, dan volgt daar nog niet uit dat ik noodzakelijk een brein ben. Een brein is altijd noodzakelijk een brein, maar ik ben niet noodzakelijk een brein, omdat het, wat dan filosofen zeggen, omdat het metafysisch mogelijk is dat als de zaak heel anders gelopen was, ik er nog wel zou zijn, maar niet identiek zou zijn aan dat brein. Kortom, ik kan op grond van modale logica, kun je verwerpen hoor, maar ja, op grond van modale logica kun je al concluderen dat je onmogelijk identiek aan je brein kunt zijn. Ja, ja. En dat vind ik toch interessant. En u wilt nog één ding zeggen, want dan is deze stelling voorbij. Ja, het is telkens een herhaling van zetten in de zin van het redeneren zonder het toetsen van het redeneren, zonder het empirisch toetsen. En op die manier kun je altijd dingen naar voren brengen die logisch lijken, maar uiteindelijk fout zijn. En ik zag hier Veritas staan en toen dacht ik, mijn leerstoel in China heet Xi Xi en dat is op zoek naar de waarheid. En dat is anders dan de waarheid kennen. Eens? Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. En jij kent de waarheid. Jij weet precies hoe het zit. Ik ben op zoek naar de waarheid. Volgens mij denk jij het ook te weten. Jij zegt dat breinen en ik kan gelijk zijn. Ik ben op zoek naar de waarheid. En dat wil zeggen dat als ik een goed experiment zie, waardoor ik denk van het zit toch anders, dat ik zeg oké, dat neem ik de volgende keer mee. Maar tot het zoeken naar de waarheid behoort ook dat je in staat bent om te begrijpen waar je instrumenten van toepassing zijn. En waar de rijkwijde van je instrumenten ook ophoudt. Dat hoort ook bij het zoeken naar waarheid. Ja. Okay, en maar dat dit wil was ook mooi. Zeggen dat ik het bewijs van God niet zoek. Nee. Want dat gaat ver buiten mijn mogelijkheden. En daar zie ik geen wetenschappelijk mogelijkheden. Dat is een ander debat, hè? Het gaat vandaag over de vraag waar ons brein zijn. Sterker nog, we gaan naar een andere stelling. Oh. Binnen hetzelfde debat. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst een filmpje kijken van het Nederlands Herseninstituut. Wilt u dat introduceren, meneer Swaap? Ik kan wel zeggen dat het een paar minuten is die duidelijk moet maken dat het een instituut is. En niet een, zoals we vaak verward worden met de Hersenstichting, een bureau of zo. Het is een instituut waar onderzoek gebeurt. En het is een oud instituut, gaat terug naar 1909. Sommige mensen introduceren mij als de eerste directeur van het instituut. Dat is niet helemaal juist. Maar het is een oud instituut van de academie en er gebeurt onderzoek door zo'n 18 onderzoeksgroepen die allemaal een verschillende discipline inkijk hebben. Een leider die op het niveau zit van hoogleraar en daaromheen een groep. Daar gaan we nu naar kijken. Nou, welkom in het Nederlands Herseninstituut. Het is een heel oud instituut. Het is gestart in 1909. Het is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. We hebben hier 18 onderzoeksgroepen. Het gaat van molecuul tot mens, van transgene muis tot postmortem onderzoek op weefsel van de Nederlandse hersenbank. Een van die groepen is mijn onderzoeksgroep. En ik focus op drie lijnen van onderzoek: depressie en suïcide,
Alzheimer en Parkinson. Hi, I'm Lynn. Thank you very much for supporting my research. With your donation, we could better understand how suicide and depression change our brain and how to prevent suicide. I hope to share you my data in the future. Thank you. Stelling 2. Bewustzijn is niet puur materieel. Mensen hebben een immateriële geest. Waarom is dat wel of niet zo, meneer Rutte? Ja, hier hebben we natuurlijk al een tijdje over gehad. Ja. Hè? Dit was precies het onderwerp van het gesprek. Dus daar is al het een en ander over gezegd. Kijk, als wij werkelijk onze geest zouden zijn, of ons brein zouden zijn. Stel je dat eens voor, hè? We zijn ons brein. De neuronen bepalen alles, veroorzaken alles. Stel, alles wat wij doen, al ons handelen, wordt veroorzaakt door onze vurende neuronen. Stel je dat eens voor. Dat betekent dus dat onze vurende neuronen overal de oorzaak van zijn. Dat betekent dus dat wij, ons bewuste mentale leven, zelf nergens de oorzaak van is. Het zijn de neuronen die alles veroorzaken. Dat zou dus betekenen, als je daar even in meegaat, stel, dat het feit dat ik dorst heb niet onderdeel is van de oorzaak van het naar de keuken lopen om een glas water te halen. Of het feit dat ik angst voel niet onderdeel uitmaakt van de oorzaak van het wegrennen van mij als er een tijger op me afkomt. Of het feit dat ik jeuk voel behoort dan niet tot de oorzaak van het krabben aan mijn arm. Al die mentale ervaringen, de jeukervaring, de angstervaring, de ervaring van dorst, hè, behoren dan in eigenlijke zin niet tot de oorzaak van het naar de keuken lopen, van het wegrennen of van het krabben. Dat gaat zo ongelooflijk tegen onze elementaire intuïties in, dat je echt met een goed verhaal moet komen. En nou ja, je moet met een goed verhaal komen om toch te blijven volhouden, nee, wij zijn ons brein. Kijk, en dan kun je naar experimenten wijzen, dan kun je naar de empirie wijzen, maar het probleem is, en iedere goede experimentator weet dat, iedere goede empiricus weet dat. Je kunt wel naar experimenten wijzen, maar je kunt met empirische experimenten, hoeveel je er ook doet en hoe vaak je ze ook doet, misschien wel een heel leven lang, nooit vaststellen, nooit aantonen dat breintoestanden identiek zijn aan mentale toestanden. Dat kun je niet vaststellen. Om de doodeenvoudige reden dat inderdaad de andere posities, dualisme, met diezelfde experimenten verenigbaar zijn. Het is dus gewoon een logische denkfout om te menen dat je met experimenten deze metafysische vraag kunt beantwoorden. Dus inderdaad, breinwetenschap prachtig, maar deze vraag kan met experimenten onmogelijk worden vastgesteld. En als we zoeken naar waarheid, Veritas, dan behoort dat inzicht durven erkennen, precies dat behoort ook tot het zoeken naar de waarheid. Ik voel mezelf herhalen en herhalen, net zoals jij jezelf herhaalt. Het is geen argument. Ik heb er nu 6 gehad. Het zijn allemaal dezelfde dingen waar je met veel aplomb in vertelt over dorst. Terwijl je allemaal weet waar de dorst, de osmoreceptoren zitten, wat voor een gevolg dat het heeft voor het netwerk, wat de reactie daarop is om te zoeken naar water om te zorgen dat de osmolariteit weer wordt aangevuld. En je kunt dus prima het verhaal van jou houden op basis van de gebeurtenissen in het brein. Helemaal. En met bewustzijn is dat ook zo. Er zijn natuurlijk heel veel vragen nog over bewustzijn. We zijn ons bewust van onszelf en we zijn ons bewust van de omgeving. En daar hebben we een aantal structuren in de hersenen voor nodig. Prefrontale cortex, thalamus en de interactie daartussen. En als daar een interruptie plaatsvindt tussen die twee, dan ben je niet meer bewust voor een deel van de buitenwereld en je bent je niet meer bewust van een deel van je lichaam. Mensen die aan de rechterkant van de hersenen een infarct hebben gekregen, waardoor die interactie is onderbroken. Daarvoor bestaat de linkerhelft van het lichaam niet en de linkerhelft van de omgeving niet.
Dat noemen we neglect. En die mensen die eten de helft van hun bord leeg aan de rechterkant. En als je het bord 180 graden draait, dan eet ze de rest leeg. En dan kammen de helft van hun haar. En ze lezen de helft van hun krant. En ze weten dat er iets aan de hand is. En ze maken daar een verhaaltje omheen om het gat op te vullen. En er was een vrouw bijvoorbeeld die ik goed kende, een oudere vrouw. En die vertelde me op een gegeven moment dat ze drie armen had. Dus ik heb die verlamde linkerarm heb ik genomen en gezegd, is dit de eerste, de tweede of de derde arm? Nee, zegt ze, dat is Kees. Kees, dat was de zoon. En Kees lag bij haar in bed en dat was zo vervelend, want ze had hem nodig. En ze kon hem niet wakker krijgen. Dus dat bewustzijn van haarzelf, van de lichaam en van de omgeving, was verdwenen door zo'n lesie. En dan kun je nog zeggen van, dat is niet ontstaan in de hersenen. De hersenen zijn nodig voor. Nou, toon het maar aan. Ja, daar komen we steeds op terug. Van u zegt, laat mij maar empirisch zien dat wat jij zegt, dat de geest losstaat van het brein. Ik wil eigenlijk met een experiment, zou ik dat willen zien. Ik heb van... Ja, dat geef je ook toe. Dat geef je ook toe. Dat gaat nooit komen, Dick Swaap. Nee, maar dat is even heel duidelijk. Met te zeggen dat dat de waarheid is. Dat is ook even heel duidelijk. Ik heb een vraag van een student. Ik heb eigenlijk twee vragen aan meneer Swaap en eentje volgens mij aan Rutte. Die wil ik eigenlijk even stellen. Meneer Swaap, hoe verklaart u het feit dat mensen beschikken over het gevoel van goed of kwaad? Lewis noemt dat volgens deze vragensteller de natuurwet. Ja. Ja, ik weet niet wie van jullie Frans de Waal leest, maar... niet dat, ik. Nee? Bekend. Nee? Moet je doen. Okay. Hij beschrijft de apenmaatschappij en dat houdt onze spiegel voor. Wij zijn sociale dieren. En een complexe maatschappij, ook bij de apen, kan alleen maar functioneren als er morele regels zijn. Je moet rekening houden met de ander. En de ander moet rekening houden met jou, anders kan zo'n complexe maatschappij niet functioneren. En ook apen hebben, zeggen angst voor het overtreden van de regels. Hebben angst voor de straf die daaruit volgt. Ze hebben empathie. Sommige apen meer dan anderen. Net zoals bij mensen. Sommige mensen hebben nauwelijks empathie, die noemen we psychopaten. En andere mensen hebben heel veel empathie en die komen in de zorg terecht. Ieder brein is anders. Er zitten in al die eigenschappen zitten grote variaties. Maar dat goed en kwaad is een onderdeel van die morele regels. En die morele regels hebben we niet van de kerk gekregen of van onze ouders. Maar die hebben we als bagage in ons DNA meegekregen. Van miljoenen jaren terug en die vind je ook in de apenmaatschappij. Ja, dus je zegt eigenlijk, het is ooit begonnen met de survival of the fittest morele regels. En de kerk is misschien een vorm van hoe mensen daar proberen weer richting aan te geven. Maar daaronder ligt dat het ons helpt. U zei iets heel leuks, dit heeft eigenlijk niks met het debat te maken. Maar ik vind het leuk om te zeggen, u noemde een voorbeeld van apen die slaan hun kleine aapjes toch als ze regels overtreden. En u zag op een gegeven moment, of u of iemand anders zag in een apenfamilie, dat één aapje nooit een klap kreeg. En die had Down-syndroom. Ja. En dat vond ik leuk om van u te horen, want ik heb een zoontje met Down-syndroom. En ik lees altijd, het heeft totaal geen zin om hem te corrigeren. En soms denk ik natuurlijk, ja nou potdorie, ik ga je toch eens corrigeren. Dit voorbeeld wat u heeft genoemd helpt me enorm om te snappen, zelfs de apen doen het niet. Ja, nou dat is de basis voor het feit dat we vinden dat iemand die een hersen... ziekte heeft of een ontwikkelingsstoornis, dat hij niet gestraft moet worden. En dat is altijd een moeilijk punt, want je leeft in een maatschappij waar je rekening met elkaar moet houden. Als je in de gevangenis kijkt, dan is 90% van de mensen hebben psychiatrische problemen. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is over de hele wereld zo. Toch moeten ze duidelijk gemaakt worden dat datgene wat ze gedaan hebben, dat het niet acceptabel is, omdat anders de maatschappij niet kan functioneren. Maar de vraag is of we de juiste manier van straffen geven. En de gevangenisstraf is denk ik de slechtste manier.
Ja, en dat vond ik leuk om nog aan jou te vragen, Emmanuel Rutte. Ik las dat Van Swaap bepaalde bewijs voor iets met je frontale cortex zit niet helemaal lekker. Dan heb je geen impulsbeheersing. Was dat nou het stuk van de hersenen waar dat misgaat? Dus ja, waarom zou je iemand met een frontale cortex, waar je nu al kan zien dat hij geen impulsbeheersing heeft, nog een keer vastzetten voor diefstal? En toen dacht ik, hoe sta jij hierin met het hele vergevingsvraagstuk? Want het is natuurlijk interessant dat ik dacht toen echt van, ik ben wel christen. En ik denk dan, ja, moet iemand daar nog voor vergeven worden door Jezus? Ik bedoel, die kan er toch helemaal niks aan doen? God ziet ook als die er dan is, die frontale cortex van die arme dief. Hoe kijk jij daar filosofisch tegenaan? Kijk, natuurlijk moet je. Kijk, ik ben interactiedualist. Ik ben natuurlijk interactiedualist. Wat geloof, is dat precies? Dus interactie. Dus ik geloof natuurlijk dat bewustzijn, geest en hersenen, brein, voortdurend in een wisselwerking staan. Natuurlijk. Neem maar eens een paar biertjes. Moet je kijken hoe jouw brein jouw geest beïnvloedt. Of vorm maar eens een gedachte en een intentie. En dan kun je je lichaam bewegen. Er is voortdurend interactie, natuurlijk. Wordt niet ontkend. En natuurlijk is het zo dat jouw brein ook bepaalde eigenschappen kan hebben, die bepaald gedrag als het ware kan prevaleren of niet. En daar moet je ook oog voor hebben. Dus als iemand door de manier waarop zijn brein gewired is bijvoorbeeld, in die interactie een bepaalde kant opgedreven wordt, dat kan een verzachtende omstandigheid zijn bij bijvoorbeeld het bepalen van de strafmaat of de mate van schuld. Natuurlijk moet je daarnaar kijken. Ik geloof overigens in de vrije wil. Ik geloof dat wij een vrije wil hebben. Ik geloof ook dat die vrije wil wordt ingeperkt door nature, door de manier waarop we gewired zijn, door onze omgeving. Dus ik ben niet een radicaal. Ik geloof niet in een radicale vrije wil. Ik geloof in een vrije wil die natuurlijk ook wordt beperkt op allerlei niveaus door ons brein, door ons lichaam, door onze omgeving. Maar dat er een bepaalde mate van vrije wil uiteindelijk is, ook daar zouden we over kunnen spreken, vind ik zeer verdedigbaar. Dus dat je de vraag naar verantwoordelijkheid en naar verantwoordelijkheid mag stellen, dat lijkt me evident. Overigens, zelfs als er geen vrije wil zou zijn, trouwens, en we zouden wat filosofen noemen compatibilisten zijn, er zou alleen maar determinisme zijn, dan nog vind ik dat je de vraag naar de verantwoordelijkheid moet blijven stellen. En dat je nog steeds een juridisch systeem zult moeten hebben om bepaalde processen te begeleiden. Dus je kunt het niet op één lijn stellen, denk ik. Ja, wat jij zegt, de link die je maakt tussen vrije wil en verantwoordelijkheid, is natuurlijk iets waarop men denkt dat het strafrecht gebaseerd is. Alle juristen denken dat. En volgens mij is dat weer een vergissing. Want waar het strafrecht op berust, is op het feit dat we sociale dieren zijn. En dat die maatschappij niet anders kan functioneren dan dat er regels zijn en je aan de regels moet houden. Tuurlijk. En daar heb je geen vrije wil als verklaring voor nodig. En daarom zei ik ook, zelfs als we determinisme hebben, kan dat strafrecht adequaat functioneren. Je moet die zaken ontkoppelen. Dat is een biologische zaak. Je moet die zaken gewoon ontkoppelen. Ja. Er was die vraag van Lucy van jouw gedachte-experiment. Oh ja, de Lucy, ja. En hier vraagt iemand. Niet als van je, mij, hè? Een bekend die was voorbeeld. Van jou. Ja, jouw denk. Voorbeeld jouw uit de philosophy niet empirische denk-experiment. Oké. Okay. En iemand wil weten: als je precies de breinstaat van roodzien in kaart weet te brengen. En vervolgens deze staat induceert in het brein van Lucy, ziet zij dan kleur? Ja, dus ik geloof als interactiedualist, en daar wil ik best heel ver in gaan, dat er een vrij nauwkeurige correlatie vast te stellen valt tussen mentale toestanden en breintoestanden. En dat is ook precies waarom de breinwetenschappen zo ongelooflijk succesvol zijn. Want dat is precies wat breinwetenschappers doen. He, dus die operationele vraag beantwoorden hoe mentale verschijnselen, om het dan maar geen geest te noemen, hoe mentale verschijnselen natuurlijk correleren met het brein. En die correlatie die mag heel nauwkeurig zijn. Maar nogmaals, neem het volgende voorbeeld. Stel dat je een plastic zakje neemt. Een plastic zakje helemaal met water gevuld. Zie je het voor je? Een bewegelijk plastic zakje met water. Dan gaan we dat plastic zakje met water gaan we bewegen. Nou, de vorm van het plastic zakje is natuurlijk perfect gecorreleerd met het water. Hè? Iedere verandering van het zakje is één op één te vertalen naar een verandering van het water. Maar daar volgt niet uit, hoeveel experimenten we ook doen, dat het water en het zakje identiek zijn. Nou, net zo is het hier. Breinprocessen correleren wellicht perfect met geestelijke processen, maar daar volgt niet uit, empirisch volgt daar niet uit, hoe vaak je ook experimenteert, dat het brein dus identiek is aan de geest. Kortom, je hebt andere methoden nodig,
Je hebt andere methoden nodig. De methoden van de philosophy of mind. Hè? Om daarover te durven nadenken. En als je dat niet wilt, is dat prima. Je kunt een algemeen debat starten en zeggen, ja, maar die hele philosophy of mind, die vind ik onzin. Dat mag. Dat is een ander debat. Maar je moet erkennen, juist als je waarheid zoekt, dat je empirische methoden niet alles maar kunnen achterhalen. Zelfs de uitspraak dat met empirische kennis alles kan worden achterhaald, is zelf al niet een empirische waarheid. Dus, maar dat heb je mij nooit horen zeggen. En dat is mooi. Ik ben blij dat ik me niet met zakjes water hoef bezig te houden, maar met veel complexere zakjes. Die microscopisch klein zijn en ongelooflijk complex gebouwd. Mm-hmm. En ik zal nooit beweren dat ik of iemand anders in mijn generatie de oplossing voor alles vindt. Maar tot nu toe is de hersenwetenschap is ver gevorderd. En ik vind dat de experimenten ons steeds maar weer een stap verder brengen. En dat geldt ook voor bewustzijn bijvoorbeeld. Het bewustzijn wat in alle experimenten achter de actie aanhobbelt. En daar kun je laboratoriumexperimenten over doen die begonnen zijn bij Libet, maar verder uitgebreid zijn. Maar wat interessant is, is als je interfereert. Libet is weerlegd, hè? Ja, maar dat zeg Libet ik. Is weerlegd. Daarna is er zoveel gebeurd. Wat Tony de Roo heeft laten zien is als je iemand een computertaak laat uitvoeren en je op het juiste moment op de juiste plaats een puls geeft op het brein. Een magnetische puls, dat dan de taak perfect wordt uitgevoerd, maar hij zich nooit bewust zal worden wat hij gedaan heeft. En dat bewustzijn dat hobbelt dus achter de actie aan. En dat laat je zien door te interfereren. En dat zijn sterke experimenten. En dan zegt, dit wordt mij voor het eerst eigenlijk duidelijk, misschien heeft u dat al lang gehoord, wat meneer Rutte zei, maar meneer Rutte zegt even kijken hoor, je had je zakje water van ik vervorm het zakje en dan gaat het water precies mee en zo, maar het is niet hetzelfde. Het zakje is nog steeds een zakje en het water is nog steeds water. En hoezeer u ook. Ik wil het spel daarin prikken en laten zien dat het twee verschillende dingen zijn. Want het water loopt eruit en het zakje blijft. Ja, neem dan een klein glas van water. Laat maar. Neem al die voorbeelden. Het is een analogie voorbeeld. Te maken. Het is natuurlijk een analogie. En een analogie gaat altijd maar tot op zekere hoogte op. Ja. Maar vervang gerust de water door het klei. Ja, dat is goed. Maar ik begreep eigenlijk jou meer. Dat je zei van, ja, meneer Swaap kan alles aantonen wat er is. Maar dat betekent niet dat hij daarmee aantoont dat het daar ophoudt. En kijk, we praten iedere keer maar over die breinwetenschap. En met alle respect hoor. Nou. Maar het bewustzijnsprobleem... wordt natuurlijk ook in andere wetenschappen geanalyseerd. Neem de theoretische fysica. Laten we even naar een ander domein gaan. Neem de theoretische fysica. Neem de kwantummechanica. We kennen allemaal, denk ik, de kwantummechanica. En de kwantummechanica is een... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet per se weet wat de kwantummechanica... De kwantummechanica is de theorie over het allerkleinste. Over de meest kleine elementaire deeltjes van de kosmos. Okay. En de kwantummechanica probeert te begrijpen hoe die deeltjes functioneren. Men kijkt naar hele complexe deeltjesystemen. Dus dit is allemaal empirisch, dit is echt. De kwantummechanica geen denkexperiment komt hier aan te pas. Nee, kwantummechanica is uiteraard empirisch geïnformeerd, absoluut. Het is een van de meest empirisch bevestigde theorieën die er zijn. Maar de kwantummechanica is natuurlijk ook gebaseerd op wiskunde, op mathematisch denken. Het is een combinatie van mathematica, van wiskunde en empirische experimenten. Maar het punt is dat in de kwantummechanica die theorieën die dan ontdekt worden, die worden ook geïnterpreteerd. Men stelt de vraag, wat betekenen die formules nou? Waar kijken we nou naar als we naar zo'n kwantummechanische theorie kijken? En een van de problemen die men heeft, is wat we quantum collapse noemen. Dat noemen natuurkundigen het ineenstorten van de golffunctie. Een deeltjesysteem wordt door een golffunctie beschreven, heel complex, allemaal statistiek. En op een gegeven moment gaat dat deeltjesysteem zich in een gedetermineerde toestand bevinden. En dat noemen we de ineenstorting van de golffunctie, quantum collapse. En natuurkundigen, theoretische natuurkundigen, die vragen zich af, wat gebeurt daar nou bij quantum collapse? Wat is nou de oorzaak voor het ineenstorten van de golffunctie? Nou, een aantal interpretaties is dat bewustzijn, dus dan krijg je dus bewustzijn als een eigenstandige categorie binnen de fysica, is dat bewustzijn ervoor zorgt dat de golffunctie instort en dat je dus quantum collapse van een deeltjesysteem krijgt. Kortom, de categorie van het bewustzijn wordt dus binnen de kwantummechanica
als een courante categorie gezien, als een courant begrip gezien, om te begrijpen wat er met die deeltjesystemen gebeurt. Dus ook daar zie je, en veel theoretische natuurkundigen beweren ook, dat die categorie van het bewustzijn, juist in de moderne fysica, absoluut op geld doet. Dat men daarover over spreekt, en dat is interessant, denk ik. Dus even een andere aanvliegroute dan de breinwetenschappen. Ja, en wat Robert Dijkgraaf, dus een theoreticus, hierover zegt is, als je denkt dat je uit de kwantummechanica iets kan verklaren wat betreft hersenen en gedrag, dan kan ik je op de achterkant van de envelop laten uitrekenen dat het allemaal onzin is. Ja, en je ziet vaak... Ja, je ziet vaak... Dat zei ik niet. Ik zei iets anders. Ik zei dat de categorie bewustzijn, mind, consciousness, een courant begrip is, een courant concept is wat binnen de kwantummechanica gebruikt wordt door een aantal wetenschappers, niet allemaal, om quantum collapse te verklaren. Dus ja, het begrip wordt gebruikt op een intellectueel verantwoorde wijze. Dat is iets anders dan wat Dick zegt. Ver van de hersenwetenschappen af. Ja, het is een ander domein inderdaad. Wat wij bewustzijn noemen. Het is een ander domein inderdaad. Ja. Dus niet alleen de hersenwetenschappen denken na over bewustzijn. Namens een student. Ja. Hoe verklaart u de verlangens van veel mensen naar een zinvol, betekenisvol en spiritueel leven? Is het neurowetenschappelijk te onderbouwen of verklaren? Je hebt een situatie waarin mensen geen zin in het leven zien. En dat noemen we depressie. Dan is er geen enkele zin meer. En dat is een vreselijke toestand. Het is ook een riskante toestand met veel kans op suïcide. En het heeft dus grote voordelen dat we die illusie hebben van een zin van het leven. En dat we op een plezierige manier kunnen invullen, zodat we die illusie ook kunnen houden. Maar die redenering snap ik niet, want als het leven eigenlijk geen zin heeft, is het toch ook niet erg dat we dat, dat vinden? Nee, je kunt zeggen, nou, het leven heeft geen zin, dus pleeg maar zelfmoord. Dan maak je maar zin. En pleeg maar zelfmoord. Er zijn een hoop mensen om je heen, zijn er erg ongelukkig mee. Ja. Ja. Ja, dat is zo. En is er zeg maar, wil iemand weten, wat zou een empirische toets zijn om de vraag zijn wij ons brein te beantwoorden? Nou, denk ik dat meneer Swaap zal antwoorden. Ik heb daar al heel veel empirische toetsen naar gedaan en het antwoord is ja, wij zijn ons brein. Het antwoord is, ik ben nog nooit iets tegengekomen wat daarmee in tegenspraak is. Ja, en u zei eigenlijk net... Op het moment dat dat wel gebeurt. Dat zou je wel en dan herzien vinden. Ik mijn visie. Misschien vanuit jouw empirische insteek zou je van een oordeel kunnen onthouden. Je zou kunnen zeggen, nou ja, het kan aan elkaar gelijk zijn, brein en geest. Het kan niet aan elkaar gelijk zijn. Ja, ik onthoud mij van een oordeel totdat ik een overtuigend bewijs overgeleverd krijg voor de ene of voor de andere positie. Je zou je van een oordeel kunnen onthouden. Dat zou een intellectueel integere positie zijn voor een empiricus. Nou, ik vind het ook intellectueel integer om te zeggen, ik heb zoveel duizenden experimenten gezien die daar niet mee in tegenspraak zijn. Ik adopteer dat als de meest waarschijnlijke verklaring. Mocht er iets tegenkomen... Waarschijnlijk op grond van wat? Op basis van al die duizenden experimenten die gedaan zijn, zoals ik net zei. En mocht er een goed experiment komen wat mij aantoont dat ik het bij het verkeerde eind heb, dan zal ik dat meteen toegeven. En dat is niet het soort redenaties die jij ophoudt. Maar een goed experiment is een empirisch experiment. Ja, nee, maar dat begrijp ik wel. Alleen, je kunt een empirisch experiment doen, maar de uitkomst daarvan zal de stelling dat geest en brein ongelijk aan elkaar zijn nooit kunnen weerleggen. Dat is het punt. Dat is een methodisch punt. Dat is jouw antwoord eigenlijk op deze vraag, toch? Er is geen empirische toets te beantwoorden. Er is geen empirische toets mogelijk, nog om te bevestigen dat dualisme waar is. Het kan ook niet worden bevestigd. Nee. Nog om te ontkennen dat het waar is. Dat is nogmaals, dat is een ontologische, een metafysische vraag die buiten het bereik gaat van de breinwetenschappen. Dus de breinwetenschapper die moet zich met die metafysische vraag in feite niet bezig willen houden. En dat is denk ik de meest integere positie vanuit de breinwetenschappen. Ja, dat je nog een filosofieveld hebt waarin die vraag wel wordt bediscussieerd, ja, dat is nu eenmaal wat gewoon plaatsvindt. Ja. Ja.
Maar misschien nog één ding. Ja. Het meest waarschijnlijk, hè? Het is in de. Het is een, denk ik, een heel, heel redelijk beginsel of principe om uit te gaan, in algemene zinnen, als algemeen principe voor het zoeken naar waarheid. Om uit te gaan van diepe, algemeen menselijke, diep gewortelde intuïties, totdat het tegendeel aangetoond is. Met andere woorden, buitengewone claims, hè, vereisen buitengewone bewijsvoering. En jij zegt het is buitengewone claim dat ik intuïtief zou het willen, voel. Dat er betekenis dat, de claim, aan het leven zit. De claim dat mijn gevoel, dat mijn mentale ervaring, mijn gevoel van pijn, van verliefdheid, van hartstocht, mijn gedachten, mijn smaak, al mijn mentale ervaringen, dat die restloos gelijk zijn, identiek zijn aan een groepje vurende neuronen, dat ik dat ben, ik. Dat is natuurlijk een claim die zo buitengewoon tegen onze algemeen menselijke intuïtie ingaat. Wat dat, dat je die claim wel mag maken, maar die mag je denk ik alleen maar maken als je met hele goede argumenten komt. Je moet wat bescheidener zijn en het gaat tegen jouw intuïtie in. Ik denk dat dat een algemeen menselijke intuïtie is. Het is jouw intuïtie en niet de mijne. Oké. Dus bescheidenheid. Hier nog een keer degene die net een ingewikkelde vraag stelde, heeft volgens mij geprobeerd deze te herformuleren. Hier gaan we. Okay, kom op. Ja, jongens. Rutten stelt dat gedachten en neuronen verschillend zijn, omdat ze verschillende eigenschappen hebben. Mm-hmm. Maar onze waarneming van licht verschilt ook van de fysische eigenschap van licht. Mm-hmm. Dat betekent nog niet dat... Autonenstroom? Nee, dus klopt. Licht gelijk is aan datgene wat wij waarnemen. Nee, maar dat zal ik precies ook bevestigen. Licht natuurlijk, de golflengten, de golfbeweging, licht als fysisch verschijnsel, is natuurlijk ook niet identiek aan mijn, of aan jou, of aan jouw lichtervaring. Dus de ervaring van het rood zien, wat filosofen qualia noemen, dat is zo'n woord, qualia, de feitelijke ervaring van het rood zien, hoe het is om rood te zien, wat een ervaring is dat bestaat, dat is een zijnde. Dat zijnde, die ervaring, is dus niet identiek aan een materiële structuur. Dat is het punt. Dus licht inderdaad, zoals het door de ruimte gaat, is ook niet identiek aan jouw innerlijke subjectieve ervaring van licht. Dat is het punt. Nee, het is niet het punt. Het punt is dat die golflengtes... van de verschillende kegeltjes ten opzichte van elkaar worden afgewogen, dat dat een code geeft die in het kleurziengebied de kleur rood geeft. En dat geeft hij bij ons allemaal en dat geeft hij ook binnen dezelfde golflengtes. En je kunt in zo'n gebied ook stimuleren en dezelfde ervaring krijgen. Ja, je kunt dezelfde ervaring krijgen, zie je? Ja. Door daar te stimuleren, zoals jij dat heel adequaat in kaart brengt, precies met die golflengte en zo, door dat te doen, genereer je of veroorzaak je een ervaring. Maar die ervaring is er ook, die is er. En die is niet identiek aan dat golflengtestructuurtje. Nou, dat is het punt. We herhalen elkaar een beetje nu. Dus ja, ik heb eigenlijk een hele leuke vraag om deze stelling te besluiten. Iets anders. Ik heb een leuke vraag om deze stelling te besluiten. Ja. Wat vinden jullie nou het meest overtuigende argument van de andere partij? Dat is staat hier. Oké. Nou, wie gaat eerst? Het meest overtuigende argument... Dus wat je kunt proberen te doen is het project van de Philosophy of Mind als zodanig belachelijk maken. Niet dat ik dat het meest overtuigende argument vind. Heb ik dat gedaan? Maar je kunt zeggen, ja, die hele metafysica en dat nadenken, los van een empirische ervaring, puur rationeel op grond van bepaalde logische intuïties nadenken, dat is eigenlijk maar speculatie en gezever en dat is eigenlijk niet echt verantwoord. Dat is een tegenwerping die in die zin retorisch effectief is, omdat ik heel veel werk moet doen, waar ik vanavond geen tijd voor heb, om het hele project van de Philosophy of Mind als het ware te gaan verdedigen. Dan zou ik een college moeten gaan geven in wat dat is. Dus het is retorisch heel slim om het project als zodanig aan te vallen. En wat mij vaak gebeurt in debatten,
Heel vaak in debatten gebeurt mij dat. Men gaat niet werkelijk in op de argumenten die ik geef. Dat argument van modale logica bijvoorbeeld. Men gaat er niet op in. Men zegt gewoon, ach, dat is weer zo'n gedachtespinsel. En ik moet dan eigenlijk die hele modale logica gaan verdedigen. Ja, dat kost zoveel tijd, dat red ik in een debat niet. Dus dat is retorisch gezien de sterkste troef om gewoon het hele project, als het ware, belachelijk te maken. In plaats van je werkelijk te verstaan, inhoudelijk te verstaan, met de argumenten zelf. En hoe vind jij het dat je in debatten dan in die positie belandt? Ja, wat vind ik daarvan? Dat maakt verder niet zoveel uit wat ik daarvan vind. Maar dit is iets wat natuurlijk lastig is in een dialectiek. Dat is gewoon vervelend, omdat je dan eigenlijk meer tijd nodig hebt om dingen uiteen te leggen. Ik heb het liefst iemand die gewoon het project accepteert, maar dan bijvoorbeeld met een tegenwerping komt. Ja, maar dat zeg je nu wel, maar ik kan een mogelijke wereld construeren waarin ABC geldt. En dan kun je dus een inhoudelijk debat krijgen en dan kom je ook stapjes verder. Ja, want dit zijn voor mij toch, een hou ik op hoor, dit zijn voor mij toch een beetje two ships that pass in the night. Ja, je zit allebei in een heel ander frame. Two ships that pass in the night, ja. Dat vind ik jammer. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en jij zou liever binnen hetzelfde frame werken. Ja, dat je bepaalde basisaannames accepteert en dus ook die intellectuele gedachtegang aandurft te gaan. En jij zegt dat jij eigenlijk zijn basisaannames wel accepteert. Nou, nogmaals, ik accepteer Dick's aannames, als ik dat mag zeggen, meneer Swaap, 100% binnen het domein van de hersenwetenschappen. Ja. En natuurlijk moet je daar alle correlaties in kaart brengen, alle patronen in kaart brengen. Ongelooflijk complex werk. Ik heb er bijzonder veel respect voor. Ik bedoel, petje af. Maar het is een heel ander vraagstuk dan de vraag, de sublieme vraag naar de aard van de geest. Dat is gewoon een ander onderwerp. Ja. En wat vindt u het meest overtuigende argument van meneer Rutte? De manier waarop hij het brengt. Met een enorme fleur de bouche. Maar verder de argumenten maken op mij niet zoveel indruk. Nee, en bent u het ook, ervaart u ook dat jullie allebei een two ships zijn dat pass in the night? Ja. Ja, en dat is in zekere zin is dat jammer. En is er een manier dan om daar wat meer van te maken? Want misschien ja, werkt. Ik zou dan jou willen uitnodigen om eens wat meer je te verdiepen in de filosofie. Dat zou ik je willen vragen eigenlijk. Ik vind het ook weer nogal arrogant om zoiets te zeggen. Ik denk dat ik me behoorlijk heb verdiept in de filosofie, maar daarin niet ben tegengekomen de argumenten die mij hebben kunnen overtuigen dat het juist de richting is. Ja, dus u zou eigenlijk wel binnen dat vreemde gesprek kunnen aangaan? Nou, ik heb er vanavond helemaal niets van gemerkt. Nee, omdat ik me er ook ver van hou. Dat blijkt inderdaad. Het heeft voor mij heeft dat geen inzicht gegeven. En dan houdt het voor mij ook op. Ja, nou. Dank u wel. Ik heb hier ook nog wat mooie vragen, maar ik denk dat ik ze even bewaar voor de derde stelling. Wat we nu hebben is een aankondiging over iets anders. Een filmpje over iets anders heel tofs wat Veritas aan het organiseren is. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, never let yourself be diverted. Either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. Ben jij ook op zoek naar waarheid die verder gaat dan voortkomend uit je eigen achtergrond?
en sta je open voor andere ideeën en overtuigingen? In het Socratic Club zullen we met ongeveer 30 studenten dieper ingaan op de avonden van het Veritas Forum, waar je zult worden uitgedaagd om kritisch na te denken over je eigen overtuigingen. We zullen doen zoals Socrates al zei: follow the argument wherever it leads. Samen zoeken we naar de waarheid. Zien we jou bij de Socratic Club? Meld je aan op onze site en volg onze social media voor meer informatie. Maar het is oké, het is oké. Nou, de filmpje wil ik inzetten als Veritas Forum bezig zijn met een nieuw initiatief. We gaan na het forum aan de slag met een nieuw soort avonden waar we in kleinere groepjes met enthousiaste studenten doorgaan op de avonden die we hier hebben, de grote avonden. En deze avonden zal meer ruimte zijn voor discussie en zal er ook een spreker komen de ene avond en de andere avonden weer een spreker die juist een andere soort visie heeft. En de eerste avonden zullen zijn in december en er zullen twee avonden zijn op twee woensdagen. En de ene avond zal een filosoof de avond begeleiden en de andere avond een theoloog die dus een tegenovergestelde mening hebben, wat natuurlijk voor discussie gaat zorgen. Achteraf hebben we een borrel waar jullie aan mee kunnen doen. En natuurlijk als het door kan gaan rondom corona, dat is nog even de vraag. Maar we verwachten dat we wel een corona-proof methode hebben. Deelname is gratis. Dus kortom, vind je dit soort avonden leuk en ben je geïnteresseerd in dit soort moeilijke onderwerpen op grote vragen? En durf je open te staan voor meningen van anderen die soms heel anders zijn? Meld je dan aan voor de Socratic Club. Want er zijn niet zo heel veel plekken, 20 tot 30 plekken, dus meld je snel aan. De link die wordt na het filmpje of na het debat wordt op de slide gezet. Dus je kunt via die QR-code kunnen je inschrijven. Voor meer informatie hou onze social media en onze website in de gaten. Want daar zal opkomen waar het zal zijn. En ook nog opnieuw uitgelegd waar je in kan schrijven. Ja, dat was het. We hopen jullie daar te ontmoeten en veel plezier nog met het verdere gevolg van het forum. Ja, we hadden het net even met z'n drieën over het vervolg van de avond. Het is eigenlijk nog een derde stelling, maar wij kwamen alle drie tot de conclusie dat het eigenlijk een herhaling zou worden van gesprekken. Maar jullie hebben nog allerlei vragen gesteld. Dus het is eigenlijk voor ons alle drie, dachten we dat het interessanter zou worden om gewoon met die vragen verder te gaan. Ja, ik begin gewoon met een vraag. Aan meneer Swaap vraagt iemand: hoe kan je wetenschap bedrijven als je geen objectiviteit kunt waarborgen, omdat je denken en observatie een product van je omgeving is? Ja, in de wetenschap, wanneer we een wetenschappelijk verslag neerleggen, dan beginnen we met de introductie, een vraagstelling. En vervolgens beschrijven we de materials en methods, de methoden die je gebruikt. En daaruit komen resultaten voort. En die ga je bediscussiëren. En de eis is dat die methodes nagedaan kunnen worden. Zo beschreven zijn dat ze ook identiek nagedaan kunnen worden. En dan wordt er gekeken of er ook dezelfde resultaten uitkomen. En als het bevestigd wordt door anderen, dan ben je wat zekerder van je resultaten. En dat is de manier waarop de wetenschap zeggen voortgaat en ook zichzelf corrigeert. Hoewel je weet dat er allemaal haken en ogen aan zitten. En dat is het mooie van de wetenschap, dat het een zelfcorrigerend systeem is. Ja. Vreemd. Ja. Nou, even een minuut stilte, jongens. Nee, er zijn zeker dingen waar wij elkaar kunnen vinden, denk ik. Dus, ja. Nou, het fascineert mij dat er wordt heel vaak de wetenschap gezegd. Maar dat is natuurlijk net zoiets als dat je zegt Rusland. Alsof dat een soort van iets is wat je als geheel kan aanduiden. Terwijl je ziet dat, jullie noemen toch, jullie zijn allebei wetenschapper en je noemt dit gesprek Two Ships That Pass in the Night. Dat ook de wetenschap weer zulke andere methoden gebruikt. Of dat het soms bijna niet is alsof je elkaar nog kan vinden. Je hebt de empirische vakwetenschappen.
die dus inderdaad gebruik maken van experimenten en empirische waarnemingen, waar de breinwetenschappen toe behoren. Maar je hebt ook wiskunde bijvoorbeeld, een hele abstracte wetenschap, hè? Ik ben zelf wiskundige. Nou, dat gaat dan weer anders. Je hebt de filosofie waar je weer andere methoden gebruikt. En zo heb je allerlei verschillende methoden. De historische wetenschappen, de geesteswetenschappen, al die wetenschappen hebben zo hun eigen methoden. En ja, het hoort ook een beetje tot de deugd van een goede wetenschapper om je te realiseren dat de methode van jouw vakgebied, hè, niet zaligmakend hoeft te zijn, omdat er ook andere methodes zijn. Dus er is een veelvormigheid van verschillende methoden. En je moet proberen om al die methoden, waar dat kan, in te zetten om tot de waarheid te komen. Ja, want ik vraag toen me... Ik begon toen met onderzoek, toen dacht ik dat we allemaal aan het graven waren. En in de diepte zouden alle wetenschappen wel bij elkaar komen en het antwoord geven. Ik heb nu veel meer het idee dat wij vanuit de oppervlakte de ruimte in werken met alle disciplines. En dat het steeds moeilijker wordt om het contact met elkaar te houden. Ja, dat is waar. En dat geldt zelfs wel binnen de neurowetenschappen. Omdat een elektrofysioloog heel moeilijk spreekt met een moleculair bioloog. En omgekeerd. En wat wij proberen is om de promovendi ook buiten hun directe onderzoeksonderwerp vakken te laten doen, waardoor ze met een andere discipline leren praten. Je moet die taal moet je leren. En dat is iets wat steeds lastiger wordt, omdat er zo'n enorme specialisering is. En wat is het effect op de wetenschap van deze ontwikkeling? Nou, dat het enerzijds enorm de diepte ingaat. En anderzijds dat je het contact kan verliezen met de anderen. Dus dat je op je eigen eilandje, je eigen hele kleine dingetje, zonder dat je weet hoe het zich verhoudt tot het grotere geheel. Ja. Dat idee van de eenheid van de wetenschappen, dat toch dat ideaal dat uiteindelijk er toch een soort eenheid moet zijn, hè, waarin alle wetenschappen samenkomen. En ja, die eenheid is door de eeuwen heen gezocht. Hè. En ooit waren de mensen die alle wetenschappen nog beheersten. Hè. Dat kon vroeger nog, maar tegenwoordig is dat volstrekt ondenkbaar. Maar je hoopt toch wel dat in beginsel, in principe, het bouwwerk van de wetenschappen als geheel toch wel naar een zekere eenheid gaat. Je hoopt wel dat uiteindelijk wel nog gebeurt. Maar het wordt steeds lastiger, ja. Het wordt steeds complexer natuurlijk. Ja. Ja. En vroeger was de filosofie was de moeder van de wetenschappen. Ja. Nou is het meer de grootmoeder. Maar... Ja, ja, nee. Dat... De theologie is dat nog geweest een tijdje. Ja. Ja. Een vraag van iemand, ja, wie van jullie gaat deze beantwoorden? Zijn mensen de enige wezens met bewustzijn? Nee, dieren hebben ook bewustzijn. Dat staat niet op dit papier, maar mijn vervolgvraag is dan van, is er nog verschil tussen en wat doet dat dan bij dieren? Ja, kijk, dus natuurlijk kun je ook spreken, net zoals je gradaties van materie hebt, heb je ook gradaties van bewustzijn. Je hebt bijvoorbeeld zelfbewustzijn. Nou ja, zelfbewustzijn is het bewustzijn van jezelf. Dat is alweer een meer gevorderd stadium van bewustzijn dan dat je alleen maar puur in een soort onmiddellijkheid verkeert. Dat je pijn voelt, dat je prikkels voelt, dat er wel bewustzijn is, maar dat je geen begrip van het zelf hebt. En het zelfbewustzijn, wat de mens bijvoorbeeld heeft, wat ook bepaalde hogere zoogdieren hebben, dat is weer een meer gevorderd stadium van bewustzijn. Dus je hebt gradaties, zeg maar. Mm-hmm. Net zoals je in de materie gradaties hebt, heb je ook in de sfeer van het bewustzijn gradaties. Ja. Ja. Een eencellige die kruipt naar voedsel toe en die kruipt van toxische stoffen af. Dus die heeft een vorm van primitief bewustzijn van de omgeving. Maar geen hersenen? Nee. Hoe kan dat nou? Omdat hersencellen natuurlijk in de evolutie gespecialiseerd zijn. Daarom zijn we ook zo goed in dingen. Maar hoe kan die nou zonder hersenen zo'n keuze maken? De basis voor al die dingen ligt in hele primitieve organismen in de evolutie. En wij zijn zo gespecialiseerd in alle cellen die we hebben, dat we alles beter kunnen. En niet alleen een beter bewustzijn hebben, maar we martelen ook beter. Maar mijn vraag is eigenlijk ook van, dat die cel die dus keuzes maakt, is het een eencellig dier, toch? Begrijp ik goed. Ja. Maar hij heeft geen brein, dus is hij dan wel? Nou ja, of maak ik nu filosofisch? En mag dat? Nou, ik denk dat bewustzijn in zijn meest primitieve vorm daar is. Want hij beweegt naar iets nuttigs toe en hij beweegt af van iets wat gevaarlijk is. En
daarvoor is het bewustzijn ook bedoeld nog steeds bij ons. Om te kijken wat we in de buitenwereld hebben aangericht. Om daar zeggen, lering uit te trekken. En de volgende keer, ook als we een onbewuste beslissing nemen, rekening mee te houden. Maar voor mij, leken oortjes, klinkt dit als het empirische bewijs dat we niet ons brein zijn. Want het eencellige dier is, maar het heeft geen brein. En het is nog steeds. Ja, maar begrijp, of mij, dus dit is mijn vraag, van, kan je dat dan zeggen? Wij. Oh, oké. Okay. Ja. Maar wat is dan iedereen zonder brein? Dat is gewoon dan een eencellige punt. Nee, je hebt ook mensen zonder brein, anencefalen. En die worden geboren en die leven nog even en die gaan dood. Ja. Maar je moet accepteren dat er in de evolutie vanuit hele primitieve bouwstenen gewerkt is. En die bouwstenen hebben zich ontwikkeld. Die cellen hebben zich gegroepeerd. Die cellen die specialiseren zich, maar houden wel rekening met elkaar. En je krijgt steeds een ingewikkelder, steeds een complexer, meer toegespitst op de functie van een bepaald celtype. Reacties. En dat heeft in de laatste 3 miljoen jaar geleid tot onze menswording. Wat natuurlijk op zichzelf heel bijzonder is. Hij is het gewoon met je eens. Ik weet ook niet wat ik meemaak. Nee hoor, ik doe heel flauw. Ik doe flauw. Hier. Ik heb een vraag aan u. Swaap stelt dat hersenen een proces van evolutie zijn. Nou, dit is bizar, want je zegt het net hoe het precies ging. Dat zijn kan geen toeval zijn. Dat is bijzonder. zijn de denkprocessen van Rutten niet een goed proces van evolutie? Een goed voorbeeld van evolutie bedoelt deze persoon misschien? Ja, dus het brein is geëvolueerd. Het brein is door miljoenen jaren geëvolueerd, toch? Dat is waar. Nee hoor, dat is... Dat weet maar wat, ik niet. Wat is de vraag? Ja, dat snap ik ook niet. De vraag is hier... Dus mijn zijn de denkprocessen van Rutte niet een goed proces van evolutie? Ja, ik denk dat dit misschien... Wat wel eens wordt gezegd is... moraal bijvoorbeeld, hè? Morele waarden en zo. Ja, maar uiteindelijk is toch alles een product van de evolutie. Jouw hele moraal, jouw hele idee van moraal en zo is toch geëvolueerd. Met andere woorden, als jouw morele ideeën geëvolueerd zijn, dan is het toch gewoon puur willekeurig de evolutie. Dan is het toch helemaal geen moraal. Dat wordt wel eens gezegd. Nou, dan kan je zeggen, wacht eens eventjes, dat gaat iets te snel. Want mijn wiskundige ideeën zijn ook geëvolueerd. En ik op grond daarvan zou ik niet willen beweren dat wiskunde onwaar is. Sterker nog, de evolutietheorie is ontwikkeld op grond van ideeën, op grond van een denken dat uiteindelijk ook geëvolueerd is. Dus dan zou je ook de evolutietheorie moeten verwerpen. Dus wijzen naar evolutie om daarmee denkbeelden te disqualificeren, dat gaat dan te snel. Dat zou misschien de achtergrond van de vraag kunnen zijn. Ik begrijp. Vraag niet. Ik ook niet, maar ik dacht, jullie weten het vast. Maar dat is. Maar je hebt je best gedaan. Dat kunnen we niet ontkennen, toch? Ik heb een poging gewaagd, ja. Ja, iemand zegt hier, die wil toch nog even duidelijkheid. Wat ik een beetje mis in deze discussie, bestaat de geest nou überhaupt? Of is dat ook een construct om het ongrijpbare, bijvoorbeeld gevoel, te verklaren? Nou, ik denk dat jullie het wel over hebben gehad, maar zouden jullie deze persoon nog even een keer uitsluitsel willen geven waar jullie daarin staan? Punt was een hele onmiddellijke, ik zou bijna zeggen een empirische observatie. Filosofen noemen dat een fenomenologische observatie, maar je zou het ook een empirische observatie kunnen noemen, namelijk de onmiddellijke, directe ervaring die ook niet corrigeerbaar is. Daar kun je je niet in vergissen dat je je bewust bent, dat je iets voelt, dat je alert bent, dat je er bent, dat je gedachten hebt en gevoelens hebt. Dat je rood waarneemt en zo. Die mentale ervaringen, die dus niet corrigeerbaar zijn, die zijn er. En dan zeggen filosofen, dat zijn zijnden. Die ervaringen zelf, die zijn er. Alleen de eliminatiedenkers elimineren dat en ontkennen gewoon dat er sprake is van een mentaal leven. Nou, en dan is vervolgens de vraag, als je die empirische observatie van die onmiddellijkheid, geconfronteerd worden met je onmiddellijke bewuste ervaring, als je dat dan serieus wilt nemen, dat is er, dat is onlogenbaar, zelfs empirisch, dan is vervolgens de vraag, maar wat is de natuur, wat is de aard daarvan? En dan heb je twee wegen. Het is stof,
Het is brein of het is geen stof. Het is geen brein. En dat zijn twee wegen die je kunt gaan. En de beslissing om dan voor de ene of voor de andere weg te kiezen, moet dan ook gemaakt worden met meer dan empirie alleen. En dan kom je dus in die philosophy of mind terecht. Dus in zekere zin is mijn startpunt, ironischerwijs, hyper, ultra, empirisch. Ik begin precies bij die ervaring. Want de ervaring is zo onlogenbaar. Ik kan mij misschien vergissen. En in allerlei zaken die materieel zijn, kan ik mij vergissen. Ik zou mij kunnen vergissen in het wel of geen brein hebben zelfs. Hè? Maar ik kan mij niet vergissen in die onmiddellijke geesteservaring. Die is er en die heeft een zekere aard. En als je dan zegt, ja, maar dat is sowieso stoffelijk. Dat is sowieso stoffelijk. Dan doe je geen recht, denk ik, aan precies die empirische ervaring. Nee, er zijn twee opties en beide moeten serieus genomen worden. Dus, en jij zegt, als je dan de afslag neemt, het is stoffelijk, dan is er geen geest. Maar als je de afslag neemt... Nee, dan is er wel geest. Nee, ho. We zijn geen eliminatiedenkers. Dan is er wel geest, maar dan is die geest precies ons brein. Dan zijn wij, dan ben ik, dan is geest, mentaal bewustzijn, is brein. Dan plaatsen wij een gelijkteken daartussen. En dat doet Dick. We zijn ons brein. Nou, dat... Dus ik wijs het dualisme af. Ja. Als uitgangspunt, ik... Neem het monisme, het hersenmonisme als uitgangspunt. Ja. En nogmaals, stoot ik mijn hoofd met een goed experiment, dan buig ik en dan zeg ik, je hebt toch gelijk. Maar ik moet het nog zien gebeuren. Ja. En iemand vroeg u ook iets, meneer Swaap. Als bewustzijn door evolutie is ontstaan, hebben we dan argumenten om aan te tonen dat ons bewustzijn gericht is op waarheid en niet op overleving? Alles is gericht op overleving. We zijn ontwikkeld op basis van degene die het beste overleeft onder wisselende omstandigheden. Dat is de drijfveer van de evolutie geweest. En een ander punt is dat we, en dat is ook goed om je te realiseren, dat er in al onze eigenschappen enorme variaties zitten. En die variaties die gaven de mogelijkheid om voor een paar mensen in de voortplantingsleeftijd om zich te handhaven in een snel wisselende omgeving. Daar hadden ze toevallig de juiste mutaties voor. Dus wat je nodig hebt voor die evolutie, dat is variatie en de wisselende omstandigheden. De isolatie is het derde punt en die is verdwenen en daarom denk ik dat... De evolutie van ons, dat die niet meer plaatsvindt. Ja, dus u zegt ook van ons bewustzijn is niet gericht op waarheid, maar op overleving. Er zijn geen argumenten voor dat die gericht is op waarheid. Het bewustzijn is gericht op het checken wat je hebt aangericht in de omgeving. Het zien wat er voor nieuws opgelost moet worden in de omgeving. Waarop je aan moet passen, wat je moet leren. Het is gericht op overleven. Ja. Even kijken hoor. Rutte, wat betreft verliefdheid en pijn, deze hebben toch biologisch nut voor het planting zelfbehoud. Hoe zie je dit? Ja, dat zal me weer brengen bij dat interactiedualisme. Hè? Dus dat geest en bewustzijn natuurlijk voortdurend in wisselwerking staat met precies de stof en met het brein. Interactiedualisme. Dus dat is belangrijk, denk ik. Hè? Dus, ja, natuurlijk. Je ziet de functie ervan. Absoluut. Ja. Dus, maar misschien kan ik nog iets over verliefdheid zeggen. Graag. Ook een buitengewoon fenomeen. U heeft het ook ervaren in uw leven. Ik geef het toe. Maar het zijn maar vuren in de rook. Ja. Maar toch voelt het... Het bijzondere vind ik dat partnerkeuze een heel belangrijke beslissing voor de rest van je leven kan zijn. En vaak is ook. En dat doe je niet door op een rijtje te zetten de voor's en de tegens van de mogelijke partner. Dat doe je door verliefd te worden. Dat is een onbewust proces. En dat onbewuste proces, dat gaat gepaard met een enorme stress. En dat stresshormoon cortisol, dat legt een goed deel van de hersenschors legt het plat voor ongeveer een jaar. En dan gaat het cortisol gaat naar beneden. Dan kun je afvragen of het de juiste keuze was. Maar meestal is het dan te laat. En als je dan kijkt welke factoren daar een rol bij spelen. Sommige mensen worden makkelijk verliefd, andere niet. Er zijn allerlei kleine variaties in genen. We hebben allemaal dezelfde genen, maar er zijn kleine variaties in genen die daar een rol bij spelen.
Een van de systemen die in zijn variaties daar een belangrijke rol bij speelt, is oxytocine. En oxytocine heeft mij door mijn bevalling heen gesleept. Ja. Ja. We kennen dat al heel lang voor het opwekken van de weeën en voor het afgeven van de melk. Maar het oxytocine werkt ook in op het brein. En het oxytocine is heel belangrijk voor binding tussen moeder en kind. Maar ook heel belangrijk voor de verliefdheid. En het remt pijn bij de weeën. Het gaat enorm omhoog bij verliefdheid. En uit de bloedspiegel van oxytocine kun je voor de groep een schatting maken of ze over 6 maanden nog bij elkaar zullen zijn. Dat kan je meten? Ja. Dat zouden we moeten doen, want zou dat toch veel geld schelen? En als je mensen in een functionele scan legt, dan kun je door foto's te laten zien van de partner en vergelijkbare personen, kun je meten hoeveel verschil er is in het belonend centrum, wat reageert in die functionele scan op die foto's. En daaruit kun je destilleren of ze 10 maanden later nog bij elkaar zullen zijn. Dus met wat simpele moleculaire biologie, een hormoonbepaling en een scan kun je een hoop ellende voorkomen. En je hebt zo net het format voor het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw bedacht. Ja, toch? Hey, voor een nieuwe... Ja, wie weet. Ja, dit is echt fascinerend. Ja. Wist je dit? Ik hoorde het voor het eerst. Het lijkt me echt goed om het te introduceren in de samenleving. Ik heb nog 2 vragen. Iemand heeft dit echt heel bevlogen opgeschreven, dus ik lees het gewoon voor. Meneer Rutte, u neigt uw vertrouwen meer op de filosofie te stellen dan op wetenschap. Maar de wetenschap is keihard, uitroepteken. Hoe is dat gekomen, dat vertrouwen in de filosofie? Nou, dus vanavond staat er een filosofische vraag centraal. Namelijk, wat is de aard van de geest? Is zij stoffelijk of onstoffelijk? Die klassieke vraag. En omdat er vanavond een filosofische vraag centraal staat, kom je al vrij snel uit bij filosofische antwoorden. Zouden we vanavond een wiskundige vraag centraal gesteld hebben, dan zou je maar heel veel over wiskunde hebben horen praten. Of zouden we een vraag uit de empirische vakwetenschappen centraal gesteld hebben, dan zou je me daarover gehoord hebben. Dus uit het feit dat ik vanavond mij op filosofie baseer, kun je niet opmaken dat ik dat overal en altijd doe. Dus nee hoor. Maar nogmaals, filosofie moet ook empirisch geïnformeerde en wetenschappelijk, vakwetenschappelijk geïnformeerde filosofie zijn. Dus ik behoor tot die filosofen die mij ook wil verstaan met inderdaad vakwetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk moet je ook in staat zijn om te laten zien dat jouw posities op zijn minst verenigbaar zijn met vakwetenschappelijk onderzoek. Daar mag je geen tegenspraken in laten bestaan. Dus ik zal ook de eerste zijn, laat ik dat helder maken, ik zal ook de allereerste zijn die zodra zich echt een tegenspraak voordoet, een conflict voordoet, vanuit een bepaalde vakwetenschappelijke theorie voor een metafysische positie, om dan die positie inderdaad onmiddellijk, hè, om die reden alleen al, te betwijfelen. Dus we moeten absoluut empirisch vakwetenschappelijk geïnformeerd zijn. Alleen de vraag die vanavond centraal stond is zo intrinsiek metafysisch dat je nogmaals met experimenten er niet komt en dat je dus geen keus hebt dan je met wijsgerige, door rationeel na te denken, probeert om die vraag te beantwoorden. En dan krijg je inderdaad wat filosofen gedachte-experimenten noemen. Ja, dat klopt. Wij maken in de filosofie gebruik van gedachte-experimenten om bepaalde posities te verdedigen of aan te vallen. Dat is inderdaad zo. Maar ik denk dat gedachte-experimenten, als ze gekalibreerd zijn, als ze doordacht zijn, door gebruik te maken van modale logica bijvoorbeeld, volstrekt legitiem zijn. Hè? De empirie is niet ons enige kenbron. Er zijn meerdere kenbronnen en de empirie is er één van, een hele belangrijke, absoluut. Maar er zijn echt wel voor het verstaan en voor het begrijpen en voor het interpreteren van de wereld zijn er echt wel meer kenbronnen. Dus ook een zekere mate van inclusiviteit, hè, vind ik een intellectuele deugd. Dat je ook die inclusiviteit durft te omarmen. Dat er meerdere methoden zijn om ons rationeel intellectueel met de wereld te verstaan. Ja. En uw antwoord zou zijn, het is geen filosofische vraag. Het is een vraag die ook de neurowetenschap... Ja. Filosofen zijn meester in het claimen van dit is mijn vraag. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Net zoals bij de vrije wil, dat wordt geclaimd als een filosofische vraag. Daar kun je net zo goed vanuit de neurowetenschappen die vraag stellen. Ja. En claim van dit soort dingen in een onderzoeksgebied lijkt me fout.
Ja, en daar voel ik dat ons... is niet vruchtbaar. Daar voel ik de tragische emotie van de two ships passing. Nee, maar ik denk dat wat in feite gebeurt aan het begin van de avond, moet je maar eens terugkijken nog een keer. Wat Dick in feite deed was zeggen van ja, maar filosofie, dit soort gedachte-experimenten, dit soort methodes, dit is een empirische vraag, dit is een pure experimentele vraag. Wat Dick in feite deed, was precies wat hij mij verwijt, namelijk het claimen van de vraag als een uitsluitend empirische vraag, zie je? Dus hij claimde zelf die vraag puur als een empirische vraag. Ik zeg dus, nee, je moet alle methoden die er zijn, inclusief proberen te gebruiken en mee te nemen. Dus wees daarin inclusief. Claim niet een vraag louter en alleen als een empirische, louter en alleen als een experimentele vraag. Doe dat niet. Ik dacht te horen dat je zei 2 minuten geleden, dit is een filosofische vraag. Dus ik wil wel de stelling verdedigen dat we moeten ook kijken of empirie ook iets kan doen. Dus wat je dus eerst moet doen in zo'n debat is zeggen, hey, kunnen empirische resultaten deze vraag beslechten? Die vraag is adequaat. Een herhaling van. En dan, maar hier gaan we naar de laatste vraag. En dan is de stelling, die ik eerst nee. zal stellen. Ja. En dan, wauw. Als filosoof en neurowetenschapper gebruiken jullie verschillende onderzoeksmethoden. Betekent dat... dat jullie geen stelling kunnen innemen in vraagstukken binnen het vakgebied van de ander? Of kunnen jullie een gemeen grond vinden waarvanuit jullie wel een gesprek kunnen aangaan? Beetje laat, maar dit is de laatste vraag. Ik zou nooit een stelling willen aannemen, dat zal ik nooit doen, binnen de neurowetenschappen. Dat zal ik ook zeker niet doen, natuurlijk niet. Ik zal nooit een uitspraak... Maar je hebt het net gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zit je een beetje te dolen. Oh, oké. Nee. Dus ik zal nooit gaan claimen welke mentale toestanden correleren met welke breintoestanden. Daar ben ik absoluut geen expert in. Ik zou niet durven. Maar is er dan wel een gemeenschappelijke grond waarvanuit je gesprek kan aangaan? Staat dus de tweede vraag. Ik zou dat in één woord willen dat heb ik al eerder aangegeven, inclusiviteit. Ja. Probeer nu inclusief te zijn. Probeer ook in die zin intellectueel... ruimdenkend te zijn en te erkennen dat wij als mensen een redenvermogen hebben, een verstand. We hebben waarneming, ervaring. We hebben verschillende instrumenten, verschillende methoden, verschillende kenbronnen. En probeer gewoon dat brede palet in te schakelen. Durf dus ook bijvoorbeeld gedachte-experimenten toe te laten. En serveer die niet af als zijnde onzinnig. Nee, ik serveer ze op die manier niet af. Maar gedachte-experimenten zijn jouw gedachten. Nee, en je hebt altijd gelijk, omdat het jouw gedachten zijn. En die moeten getoetst worden. En die moeten niet getoetst worden door andere gedachte-experimenten. Maar die moeten op een onafhankelijke manier empirisch getoetst worden. Dat is mijn stelling. Dus dan zegt u eigenlijk... dus mijn vraag dan aan u, meneer Swaap. Zou u stelling kunnen innemen in vraagstukken binnen de metafysica? Nou, ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt op dit moment met de metafysica... Nee, dat is flauw. Maar ik denk dat de grote vragen, dat die over disciplines heen lopen. Ja. En dan hangt het er maar vanaf wat een discipline kan bijdragen. En dat is ook afhankelijk weer van de ontwikkeling van een discipline op een bepaald moment. Of ze bij kunnen dragen aan nieuwe inzichten voor het oplossen van die vraag. En is er dan een gemeen grond waarvanuit u een gesprek kan aangaan? Nou, ik denk op zoek naar de waarheid is wel een goeie. Ja, ik denk erbij. Dat ziet eruit als een geweldige docu die ik eigenlijk heel graag zou willen filmen met jullie. We gaan naar Italië. Beide zoeken, we zijn beide in zekere zin dus op zoek naar waarheid. We geloven in objectieve waarheid, denk ik. We zijn in die zin, wij geloven in objectiviteit, denk ik. Dus mijn gedachte-experiment, dat zou ik niet willen zeggen. Het Lucie-gedachte-experiment is niet mijn gedachte-experiment. Dat is natuurlijk een gedachte-experiment... wat natuurlijk binnen die hele gemeenschap breed wordt besproken. Mm. En breed wordt bediscussieerd. Dat is een algemeen gedachte-experiment natuurlijk. Hè? Ja, maar er zijn van die standaard gedachte-experimenten in de filosofie... zoals het brein in een pot en zo... die mij niks hebben opgeleverd in mijn denken. Ja, u laat het nu nog een keer vallen, daarom durf ik het. Ja. U heeft dus wel ooit een behoefte gevoeld om in de... Of u zegt, het heeft mij niks opgeleverd. Wat had u ervan gehoopt? Ik, natuurlijk, ik heb er veel van gevolgd. Ik heb er veel over gelezen. En op een gegeven moment dan maak je daar je conclusies uit. En dan zie ik de snelheid van het vergaren van nieuwe inzichten in de neurowetenschappen.
zie ik als een enorme stimulans om mijn energie in die richting te stoppen. Beide dank. Weet u, er staat hier van laten we nog één keer kort en bondig uiteenzetten waarom we ons brein zijn of niet. Maar ik denk niet dat we dat moeten doen. Dat is redelijk gewisseld. Hoe hebben jullie de avond ervaren? Ja, eerlijk gezegd had ik dit wel een beetje verwacht. Maar goed, ik had dit wel verwacht. Dus, wat is dit? Nou ja, dus dat we inderdaad niet echt tot elkaar zouden komen. En dat we toch vanuit verschillende referentiekaders vertrekken, redeneren. Dat had ik wel een beetje verwacht, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is wat ze in China noemen een gesprek tussen een kip en een eend. Dat lukt niet goed. Maar jullie hebben desondanks geprobeerd, alles gegeven. Ja. Hartelijk dank. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze avond. Ik denk dat het een heel interessante avond was met, ondanks de hele verschillende disciplines en achtergronden, dat we veel stof tot nadenken hebben. En zoals net ook wel al werd benoemd, we zijn met z'n allen toch op zoek naar de waarheid en dat doen we met het Veritas Forum ook. Dus in die zin denk ik dat iedereen hier wel iets uit kan halen. In ieder geval veel dank aan de sprekers, veel dank aan de gespreksleider voor de woorden die jullie allemaal hebben toegevoegd aan deze avond. Ook veel dank aan alle mensen thuis. We hebben heel veel vragen binnengekregen. Jullie vonden allemaal iets en we hopen dat we ook zoveel mogelijk hebben kunnen inbrengen. En mochten jullie nog verder willen praten, we hebben het al genoemd, dan kun je je aanmelden voor onze Socratic Club. De aanmeldpagina zal hierna nog komen. En daarnaast zal er ook nog een pagina verschijnen over het Herseninstituut, waar u aan kan doneren. En er staat een QR-code, dus op die manier kunt u heel makkelijk op de juiste webpagina terechtkomen. Dat was het voor nu. Bedankt en hopelijk tot ziens.